Dat is dit, weet ik veel. Kip met rund. Nou ja, dat is net als een onleven wordt. Moet je dus die stukjes snijden helemaal. Ja, lieve vrienden, ik zit hier met mijn schortje aan. Want ik heb wat lekkers voor me klaarstaan. Ja, lieve vrienden, ik kwam tot de ontdekking dat ik nog vandaag helemaal niet gefilmd had, oftewel gevlogd had. Nee, want ik was sowieso laat uit bed, omdat ik gisteren nacht niet geslapen had. En ik werd eigenlijk wakker geappt door Karin en die was ook toen om me net wakker. Wat ik vanmiddag deed, ik zou eigenlijk naar oom Koen en tante Gerry toe, maar dat moet ik nog even vragen. Dus ik vraag dat ook op een gegeven moment en dat kon dus niet naar mijn broer en mijn schoonzus omdat die iemand anders helpen met verhuizen. Maar oké, dat maakt het allemaal niet uit. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Maar het is vandaag zaterdag, liever op 5 september en alweer om 19:16. Dus kun je nagaan, de dag is al voorbij. Maar helemaal vergeten door alle toestanden. Ik heb ook hoofdpijn de hele dag al. Giga hoofdpijn. Maar ondanks dat ben ik toch met Karin even lekker de stad in geweest en heb een terrasje gepakt. En ze wou ook net zoals wat ik al had gedaan, die boortoren die de haven ligt, even vloggen. Dat ik reed altijd al wel eerst mee naar Cape Holland. Maar ik voel me lang niet goed. Dus ik ga lekker naar huis toe. En de regen was ook uit de lucht te pakken, nu trouwens weer aan die kant. Ik heb nou wel een vlog in elkaar weten te zetten, die is nou bezig om naar YouTube te gaan. En ik was bezig om weer een plaatje te maken voor op Facebook, voor in de groep met het beheer erin, om ons voor te stellen. Ik zal met Rijka uit, ik heb mijn jas al meegenomen en sorry balori, maar in ieder geval vergeten, helemaal met mijn hoofd er niet eraan gedacht. Ook kreeg niet echt veel zin. Het is een beetje een rare, vreemde rotdag. Ik voel me lang niet in orde. Niet dat ik de corona heb hoor, nee, het is mijn hoofd. Oh, die bonkt zo wat uit elkaar. Nou ja, en ik denk wel voor de mensen die weten wat migraine is, daar zit ik tegenaan te hikken. Dus ja. En het is ook nog schelenhoofdpijn en het is dan weer die kant en dan weer aan die kant. En het is af en toe net een band om je hoofd heen. Echt niet lekker te noemen. Maar oké, maakt niet uit. We gaan gewoon door met die banaan. En daar is er eentje dreigend poetsen. Hè? Ja, hallo. Ook goeiedag. Oeh, en die moet gapen. Ja. Mag er niet. Maar in ieder geval, ik moet aankomende week met Eeuwen naar de dierenarts, want die heeft een ingegroeide teennagel. Kandalf, die had een absces aan zijn ene wangetje. Daar had ik ook waarschijnlijk mee naar de dierenarts moeten. Maar ik hoop dat het goed gaat, want ik heb dat gekke ding. Ik had het vorige keer al een tijdje terug, had ik het ook al gezien. Ik dacht, wat is dat? Eng. Beetje raar ding. Nou, het zal. Ik dacht, maar even in de gaten houden, weet je. Maar Karin die had het ook al gezien gisteren. En die had er een foto van gemaakt. Ze zegt, dat is een absces. Oké. Ze zegt, dat moet u nat maken. Dat het zacht wordt, een week. Dan moeten we dat even met een injectiespuitje doen. Ik zeg, ja, want ze die hek niet. Ik zeg, ooit wel gehad, ik zeg, maar die hek niet meer. Oké, zegt ze, dan halen we die vanmiddag even bij de apotheek. Nou, hebben we dus gedaan, twee van die injectiespuitjes. Ik weet nou niet waar dat is. Zo hier ook. Daar heb ik twee van. Dus dan heb ik ermee nat gespoten en weer afgedept, anders krijg je de boel onder. Dat ligt nou ook alweer om. Oh nee,
rijk uit het water drinken geweest. Dat kan je wel zien. Ja, helemaal nat. Maar ook ik heb dat wangetje, dat plekje nat gemaakt. En gisteren was Karen ook al weg. En, maar ik had, omdat ik er de vorige keer er al aan had gezeten, stond hij wat omhoog. Ik dacht, hé. Maar nee. Vond het een beetje wat blaren of wat dan ook aan mouwen, niet aan jankte, niet aan. Liet het gewoon over me heen komen. Ik had hem op mijn schoot in deze, bij deze arm. En ik kneep het. Ik hield het kopje vast en ik kneep het zo uit. Nou, vloog de lucht in en zo weer begon mijn dingetje. Heel raar wit, grijs, ja, heel raar zag het eruit. Maar ja, toen begon het ook wat te bloeden. Dus ik knijp net zo lang tot het goed bloedde. Ik denk, komt die vuil eruit, weet je. Maar ik heb dus daar een bakje met zoutenlossing. Wel gedistilliseerd water. Gewoon dus koken. En dan met zout erin. En in dat spuitje getrokken. En in dat gaatje. Nou, hij blerde niet. Je zou denken, dat bijt. Dat doet zeer. Liet het helemaal geworden over hem heen. Vandaag heb ik het weer gedaan. Nou ja, we zullen het straks weer bekijken. Ik hoop dat ik straks weer even op tijd thuis kom. Want hij is buiten. Maar ja, dan zullen we het beleven. Hoe en wat. Ja. Dat, ik had het wel te doen met mijn beestje, maar ik, ja, daardoor gaat zijn eetlust weg, daardoor kan hij wankelig op zijn pootjes worden. Dat las ik allemaal in wat Karin mij door had gestuurd. Dat had ze weer bij een dierenarts gedaan over die absces. Wat een kat dan kan overkomen. Nou ja, inderdaad. Hij had geen eetlust. Ja, wanneer het hem uitmaakt, oké. Maar daardoor viel hij ook al af. Ik denk, hey, voilà. Dus ja, hij wordt nou ook net, ja, hij kreeg toch een hoop eten hoor. Want zodra hij binnenkomt, dan krijgt hij ook eten, net zo goed. Nou, en ze krijgen, ik weet niet hoe vaak ze eten. En boven staat er altijd een eeuwig brokken in drie, dat is een bakje. Op een dingblad, laat men zeggen. Blauw blad. Daar staat een grijs bakje op en daar zit drie gaten. Nou ja, gaten is het niet. Het is een bakje en er zitten drie bakjes weer in, laat me zeggen. Ik zal hem ooit wel eens een keer laten zien, want hij moet toch een keer naar beneden, dan moet het schoongemaakt worden. Want boven heb ik geen afwasmiddel en hier wel. Maar in ieder geval, dat is drie bakjes in elkaar, aan elkaar vast, laat me zeggen. En dat staat dan weer op een blauw blad. En daar doe ik in alle drie die dingen, doe ik dus brokjes, gewoon droge brokken. En hier beneden, dat maak ik dan in kandels een bakje weer klaar, want die is wat groter. Daar doe ik dan ook twee handenvol brokjes in en dan een zakje van dat vlees, dat natte vlees. Dat doe ik er doorheen, dat verdeel ik weer door twee. En dat krijgen ze ook 2 tot 3 keer per dag. Dus als ze hier niet genoeg krijgen, dan weet ik het niet meer. En ze is rijk, hè? Nou, die heeft een bak vol met droge brokken. En dan krijgen ze ook 2 tot 3 keer per dag vlees. En soms ook met brokken. Ik krijg nou vlees, daar kan ik geen brokken doorheen doen. Nee, want dat is... Dat is kip met rund. Nou ja, dat is net als een leven wordt, moet je dus die stukjes snijden helemaal. Nou, dan gaat er geen brokken door, dat kun je shaken. Maar ja, oké. Maakt allemaal niet uit. Nee, en ik hoor mijn mobiel ook gaan, dus ja, ik moet zo weer eventjes daarop kijken wat dat is. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ja, het is vandaag zaterdag. Normaal gesproken komt deze tijd zo'n beetje af. Maar ik kom zo nog wel even retour als ik weer terug ben met Rijka. En daarna sluit ik gewoon af. En het is vandaag zaterdag. En dan gaan we 2 filmpjes melken bij de zondag aan vast. Ja, toch? Ja. Maar oké, ik zou zeggen tot straks, lieve vrienden. En we spreken elkaar dan. Doei! Ja, lieve vrienden, ik zit hier met mijn schotje aan, want ik heb wat lekkers voor me klaarstaan.
lekker een bordje bami. Met alles erop en eraan. Zoals gebakken ei, groenten, alles er doorheen. Heerlijk. Uiteraard een wijntje en een bakje koffie. En hier is er eentje die zegt miauw. Ga je doen dan? Hé, hey, wat ga je doen dan? Kiekeboe. Maar in ieder geval, ja, en daar is Rijka. En ik zit lekker televisie te kijken. En het wordt al donkertjes. Dat ik ga lekker eten. En ik wens jullie een hele, hele fijne, liefdevolle avond. En uiteraard later. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond uit je bed zien te komen. En tot aan de andere kant van de dag. Doei!